Parlementariër Edward Belfort heeft felle kritiek geleverd op het beleid van de regering op de eerste dag van de behandeling van aanvullende begrotingen. Belfort vroeg zich af wat er onder meer gebeurt op het ministerie van Justitie en Politie. De parlementariër ging in op een aantal zaken waarvoor geld is opgebracht op de begroting, maar uiteindelijk niets van terecht is gekomen. Wat is er gerealiseerd? 0,0 geeft Belfort moedeloos aan. Hij concludeerde dat door het slechte beleid op het ministerie politiemannen gedemotiveerd zijn en de rechterlijke macht niet volledig kan functioneren. Kijken, Del Prado staat nummer 1 politiepolie, voorzitter. Vol met politieambtenaren. Klagende politieambtenaren die voor onze bescherming moeten zorgen, voorzitter. Er zijn geen middelen. Er zijn geen middelen. En ze zitten daar en ze doen niets. Totale demotivatie van de korpsen, voorzitter. Overuren zijn beperkt. Politieambtenaren zijn tot de biddenstaf gedompeld, voorzitter. Het is niet goed. Komt erbij kijken, als de politieambtenaar optreedt en toevallig één persoon arresteert, kan die persoon doodgaan van de honger in de politiecel. Er is geen arrestantenvoeding. Er is een arrestantenbesluit, voorzitter. Moment u iemand hebt aangehouden, is de zorg voor u, voor de staat. Ga kijken hoeveel daar met honger zitten, voorzitter. Komt erbij kijken. Daar, aan de Fred Derbystraat, voorzitter. Kantongerecht, strafzaken. Gaat u kijken wat voor tafereelen daarachter gebeurt, voorzitter. Overvolle cellen, voorzitter. En tegen 2 uur, 1:30, moet de rechter de zaken uitstellen. Iemand zit onschuldig vast. Vandaar moeten we uitgaan. Is januari aangehouden. Heeft een gezin. Kind is straks over, moet naar de volgende fase. Gezin kapot. Die man zijn leven wordt kapot gemaakt. Hij heeft geen zicht op het einde van zijn zaak. Want er is een beperking van uren van de griffiers. Tijdens het betoog van Belfort heeft een deel van de coalitie tussendoor gesproken en gelachen over de kritiek van hem op het beleid van de regering. Parlementariër Rochier Hopkinson vond onder meer dat het betoog op zijn lachspieren had gewerkt. Parlementariër Karel Breeveld wees Hopkinson erop dat het geen tijd is om te lachen, maar juist om serieus te kijken naar de realiteit in het land. Het lid Karnadi heeft moeten spreken nadat er een betoog is gehouden waarvan op basis van het feit dat het heeft gewerkt op de lachspieren, ik weiger te zeggen dat die bijdrage 0,0 is geweest. Maar wanneer wij het hebben over een inhoudelijk sterkere bijdrage, wanneer we praten over een betoog bij het spreekgestoelte, waarbij het overduidelijk is dat wij het hebben over... Ja, maar lid Hopkinson, u interrumpeert lid de begroting, ik kom ter zake, voorzitter. En niet andere mensen redevoering bespreken. Dan laat mij ter zake komen. En wederom het lid Tarnadi bedanken voor de constructieve bijdrage die hij heeft geleverd. En hem verder nog ondersteunen in het voorstel welke hij de regering doet. Wanneer hij zegt dat de tarieven die in de wet zijn genoemd ten aanzien van grondhuur, dat die achterhaald zijn. En dat gezien de situatie waarin het land zich verkeert, dat wij die zouden moeten aanscherpen, bij de tijd moeten brengen. Dan wil ik hem daarin ondersteunen en de nadruk leggen op de dank voor de constructieve bijdrage. Er is eigenlijk weinig tijd om te lachen in deze tijd. Er is weinig tijd om te doen alsof er niets aan de hand is. Het is een zeer ernstige situatie. En we kunnen gaan praten over wat werkt op onze lachspieren en zo. Maar we weten wel wat de realiteit is in onze Surinaamse samenleving. Dus wat mij betreft is er geen ruimte voor lachen op dit moment. Aldus parlementariërs Rochier Hopkinson en Karel Breeveld. Parlementariër Edward Belfort heeft felle kritiek geleverd op het beleid van de regering op de eerste dag van de behandeling van aanvullende begrotingen.